Hoe gaat het met je? Heel goed, heel goed. Alle uitslagen die nu komen zijn nog onofficieel, maar het ziet er heel goed uit. De hindernistijden waren goed, zeker in het begin. Ik ging heel sterk van start met een paar snelste tijden. Later werd het wat zwaarder, de ponies werden wat vermoeid. Maar ik kon mijn lijn houden. Ik heb aanvallend blijven rijden tot het laatst, zonder risico. Ik kreeg wel halverwege door dat ik goed zat ten opzichte van Brouwer en Jan de Boer. Te veel risico hebben we niet genomen, maar ik denk ook gezien de omstandigheden dat er niet meer in zat. Want ik kan wel zeggen dat dit absoluut de zwaarste maaltijd is geweest die ik ooit gereden heb. Ja, precies. Dit moet ontzettend zwaar zijn geweest voor je ponies, maar ook voor je team. Ja, voor iedereen. Kijk, iedereen langs de zijkant die leeft er mee. En die ziet ook dat het span de power niet mist. Want iedereen had moeite met de zware bodem. Ze vochten er echt voor, maar de snelheid in de hindernis lag niet gigantisch hoog. Maar ja, het is voor de ponies hoe ze zich gedragen hebben en hoe ze tot de laatste hindernis, met name het achterspan, hoe die de car opgetrokken hebben, is bijzonder. Bijzonder. Top, Bram. Nou, er staat 6-7 punten voor op Brouwgelen. Dat zijn de onofficiële resultaten. Het is nog wachten op de officiële, maar dat zullen we snel weten. Als ik een bal voor heb, dan zou dat zeker fijn zijn. Een bescheiden feestje vanavond. Een marathonoverwinning moet toch wel enigszins gevierd worden. Maar de focus moet blijven op morgen. Waar ik denk dat een ontzettend moeilijke selectieve vaardigheid gebouwd zal worden.